Ik ben aan het spuiten. Om het mooie schoon te maken toch. Terwijl de bruidgangers nog aan het dansen zijn, maakt het schoonmaakteam van de gemeente zich klaar voor een lange nacht. Bierblikjes, wijnflessen en plastic bekers worden na de Kanaalparade in grote getalen op straat achtergelaten en moeten worden opgeruimd. En dat is nog een hele klus. Het is aan ons een schone taak om het weer weg te halen en morgenochtend spikjes maar op te leveren. Ik heb, bij mijn team heb ik een spoelwagen voorop rijden. Die spuiten met water, spuiten het vuil, spuiten van de stoepen af, uit de stegen vandaan. Ook als er ergens iemand zijn behoeftes gedaan heeft, kunnen we het gelijk wegspuiten. De eindscore van het totaal aan afval dat komt uit alle prullenbakken en containers staat op zo'n 66 ton. Voor de gelegenheid pakt de verantwoordelijk wethouder Zita Pels ook even de bezem. En lukt het ermee? Ja, zoals je ziet ligt er niet weinig. Ze hebben wel even een tijdje nodig om het op te ruimen, maar we gaan het allemaal regelen. Zoveel afval. Het is toch niet zo heel veel moeite om gewoon naar de prullenbak te lopen en gewoon je afval weg te gooien. Ik weet dat er altijd hele goede mensen hier zijn die alles opruimen. En ik probeer natuurlijk zelf ook mijn glazen op te ruimen en niet te veel op straat te laten liggen. Oké, ik moet bekennen dat ik ook wel hier en daar misschien iets op straat heb gegooid. Maar ja, als er geen prullenbak in de buurt is en je weet toch dat ze het gaan opruimen. We hebben al 500 extra bakken geplaatst voor vandaag, zodat iedereen netjes zijn afval weg kan gooien. Maar we hebben ook een team op pad gestuurd, wat speciale vuilniszakken heeft uitgedeeld, maar ook zwerfafval meteen heeft opgeraapt. Om iedereen te laten zien van, hey, laten we nou samen goed voor onze stad zorgen, ook tijdens zo'n groot evenement als dit. Wat vind je er nou van dat er zoveel ligt? Ja, ik vind het wel vrij bijzonder. Ik weet niet, ik heb het nog niet echt eerder op de straat gezien, maar waarschijnlijk is het feestje geweest, ik weet het niet. Maar ik vind het wel heel bijzonder dit. Dit is echt veel te veel. En na een nacht hardbeunen om al het afval weer weg te werken, zijn de schoonmakers tevreden. Ja, of er niks gebeurt. Het is gewoon allemaal spikjes pannissen. Dus we gaan even een paar uurtjes door en is het allemaal klaar. Dus dan kan je weer van de vloer af eten. Want er lag genoeg.